Wat de liquidatiebonussen betreft, beste Ruud, ja, dat is zo een van die kiezels in onze schoen. Open VLD is daar ook niet heel gelukkig mee, maar in crisistijden moet een overheid natuurlijk eigenlijk aan de ene kant besparen op de uitgaven, ook durven snijden in de eigen organisatie. En bijvoorbeeld overheidspersoneel wat met pensioen gaat, niet of slechts heel gedeeltelijk te vervangen. En moet je ook een stukje nieuwe inkomsten zoeken. Wat de liquidatiebonussen betreft hebben we wel kunnen bekomen. Dat heeft heel wat strijd gekost. Dat dus in 2013 en 2014, dat die twee jaren eigenlijk als overgangsjaren worden beschouwd. En dat daar het oude tarief van 10% van toepassing blijft. Niet het nieuwe tarief van 25%. Dat ook naar de toekomst toe alle opgebouwd kapitaal tot en met 2014 aan 10% wordt belast. En nadien wat erbij komt aan 25%. Een alternatief zou kunnen zijn, is dat de bedrijfsleider op het einde van eigenlijk zijn zaak, als hij dus er een streep wil onder trekken, dat hij zijn aandelen verkoopt. En de meerwaarde die op die verkoop van aandelen wordt geboekt, die is dus verder vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat blijft dus onbelast. Ook dat is denk ik een belangrijke pijnstiller.